kijkers van Delify en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien niet meer Roblox, daar ben ik nu mee gestopt, want dat duurde gewoon te lang. En we hadden al best wel veel bereikt. We hadden een van de grootste winkels. Dus nu gaan we Airport City doen en zoals jullie zien, beginnen we met de eerste missie die ik net heb gehad. En dat is, bouw je eerste startbaan en leggen we hier neer. Oké, we krijgen 4 muntjes ervoor. Bouw je eerst dan waar. Dus dat betekent dat we zo ook een vliegtuig moeten gaan kopen. Zet deze vast hier neer in de hoek. Klik op je hangar als het nog in aanbouw is en versnel de bouw. Kost ons 20 muntjes. Krijgen we 10 voor terug. Ja, oké. Okay. We gaan hem unlocken. Koop een propellervliegtuig voor de leeghangar. Dus hier gaat ons eerste vliegtuig komen. En we hebben hem. Stuur je eerste vliegtuig op zijn eerste vlucht. Dat is natuurlijk ook wel best wel logisch. En misschien horen jullie nu, maar er is ook een vliegtuig hier nu bij mijn huis aan het vliegen. Nou, dan moet je even bijtanken natuurlijk. Je ziet hier dat we 30 hebben. En ook 30 mensen. Die kan je hier in de stad ophalen. Oké, dus dat is ook nog een missie dat we die dus moeten ophalen, want dat kan dus nog niet. Jee, heel leuk. Gebruik brandstof uit het magazijn. Ja, je kan ook gewoon op het olievaatje klikken en dan kom je er ook. Ja, oké. Okay. En dan moeten we nu zeker de vlucht versnellen. Ja. Maar dat is zo irritant, want ik heb dit spel al eerder gespeeld. En hun doen dus helemaal via... Net zo met de olie hier en dan hier zo met het vliegtuig, terwijl je ook gewoon hier zo kan klikken. Nou, 4 passagiers kunnen ophalen. Krachtige windturbine is nu beschikbaar, dus dat is wel fijn. Je doet het heel goed, dus ik zal je niet langer lastig vallen. Ga vooral door met het ontwikkelen van je Airport City om de beste luchthaven te maken. De makkelijkste manier is om dit te doen, is door het volbrengen van opdrachten. Je ziet de lijst met opdrachten aan de linkerkant, dus dat is hier. Veel succes. Oké. Okay. We krijgen vandaag wat muntjes, morgen weer. Ik ga sowieso iedere dag komen voor de beloning. Bouw nog een hangar. Oké. Okay. Dan doen we dat. We hebben nu nog geld, dus. We hebben nog 1400. Kijk, maar ik kan dus hier zo klikken. Ja, was maar weer vliegen. Daar gaat hij. En als hij zo in de lucht is, kijk, daar verdwijnt hij. We kunnen hier zo klikken en dan zien we hem hier. En dan kan je hem ook versnellen. En dit is niks belangrijks, dat is gewoon met gebruiksvoorwaarden. Uiteindelijk kan je ook vrienden toevoegen. En die geven jou dan cadeaus als ze dat doen. En dat het, en je, die cadeaus kan dus bijvoorbeeld olie zijn, passagiers, onderdelen om een vliegtuig te repareren. En ja, ook voor bijvoorbeeld de terminal of het gemeentehuis of andere gebouwen. Als je die wil upgraden, dan heb je dat nodig. Stuur een tweede vliegtuig op een trainingsvlucht. Wat gaan we doen? De passagiers worden nu ingeladen. En daar gaat hij. Ja, we hebben 0 passagiers. We krijgen weer wat olie erbij van hem. Bouw 3 buitenhuizen, zodat je er in totaal 5 hebt. Ik weet niet hoe groot het precies is. Oké, dus dat is het einde. Als het kan, bouwen we er gewoon 6. Kijken, kan dat. Ja, dan bouwen we er 6 en hebben we zo... Een mooi blokje van 6 huizen. En uiteindelijk gaan we ook nog 4 van deze kopen, zodat we daar ook 6 van hebben. Nou, en laten we even zo. Ja, hier staan er zoals 2 krachtige windturbines. Ik ga even kijken hoe duur die zijn. Okay, dus dat kost 6 van dit. We hebben nu 5. Maar ik ga sparen voor of
zonne-energiestation of voor de grote olieraffinaderij. Dat levert ons dan weer 25 extra oliedingen op. En dat kost je 10 van dit. Maar lever je dan weer hier zo'n 25 bij op. En uiteindelijk gaat dit ook hoog. Want zoals je ziet is het nu al 31 in plaats van 30. Oh, die heeft nog geen weg. Dan bouwen we een weg. En hier ook. Zo. En dat is het vijfde huisje. Ben je zo klaar? Oké, nu te denken, ja. Bouw een elektriciteitscentrale om je stad van elektriciteit te voorzien. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want als je geen elektriciteit hebt, dan kan je ook niet verder bouwen. En we willen natuurlijk wel blijven bouwen. Dus ik haal dit ook zo naar het vliegveld, zodat we hier wel wat meer ruimte hebben. Die parkjes ga ik uiteindelijk verkopen, want dat heeft geen zin. Tenminste, nu nog niet. Leven 0. Oh, die kunnen we niet verkopen. Want als je die verkoopt, dan kan je geen huis meer bouwen en zo. 4 muntjes krijg ik nog wel voor de parkjes. Dus dat is mooi. Even kijken. Hoe lang duurt dit nog? Oké, die is bijna klaar. Die zijn ook bijna klaar. Uiteindelijk krijg je gewoon vluchten van 3 uur. Misschien zelfs wel langer. En je kan ook naar de ruimte reizen met een raket en met een zeppelin. Maar er komen nog zoveel missies aan. Elektrische energie. Bouw een werkplaats voor het repareren van kapotte vliegtuigen. Nou, dan kopen we dat. Want we willen natuurlijk niet dat we met kapotte vliegtuigen zitten. En ik ga... dit zo weghalen. Ja, oh. Zo halen we dit weg. Ja. Oké, okay. We hebben de eerste ster gehaald op die vlucht. En nee. Dit vliegtuig gaat gelijk weer de lucht in. Oké, okay, we hebben niet genoeg passagiers. Nou, dan maak ik eerst even dit af met de weg. Hier zo moet die. En dan moeten we dit stukje weghalen, zo. En dan deze verplaatsen we hierheen. En volgens mij heeft deze ook een weg nodig. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, die zetten we nu even hier neer. Die is klaar, dus dat is mooi. We kunnen naar het dorp in de buurt. We kunnen van deze... huizen bouwen, die ik dus wil bouwen. Eethuisjes, die hebben we nodig voor missie, dus die gaan we sowieso bouwen. En een herenhuis, die hebben we ook nodig later. Oké, we gaan die hangar verplaatsen. Want zoals jullie zien heeft de werkplaats dus ook een weg nodig. We moeten het wel goed doen natuurlijk. Zetten we die hier neer. En dan kunnen we die verplaatsen en zetten ze weer terug. En wat we dan ook doen, is dit hier neerzetten. Want dit heeft geen weg nodig. Dus dat is dan weer handig. Ja. Zetten we dat hier neer. En dan kunnen we die hangar verplaatsen naar hier. En zetten die andere ernaast. Zo. Hey, wat is hier? Landt een gasvliegtuig op een lege landingsbaan. Dan moet hier zo. Ja, kom maar. En dit is landuitbreiding. Met 50% korting. Dus we gaan even naar de winkel. 3000 of 5 van dit geld. Nou, daar hebben we er 6 van. Dus we gaan denk ik ook wel het eerst uitbreiden.
En ik weet van toen ik dit eerder heb gespeeld dat het handigst is om eerst je stad uit te breiden. Omdat je daar gewoon heel veel moet bouwen. Maar dat ook wel handig is om je vliegveld uit te breiden. Omdat je daar ook veel moet bouwen. Maar daar hebben we nog veel ruimte. En hier kunnen we sowieso nog bouwen. Dus we gaan dit stukje kopen. En dan wacht die olieraffinaderij nog maar even. En die kunnen we voorlopig ook nog niet kopen. Dat is pas op level 10. Dus dat duurt nog eventjes. We zijn al level 3. Even deze missie. Bouw een tweede startbaan en stuur een vliegtuig op een vlucht. Dan bouwen we deze. Uiteindelijk gaat deze weer weg. En dan komt er niveau 2. Nou, even laten zien. We vliegen. Passagiers gaat niet heel snel. Even kijken. 1 minuutje nog. Dus deze kan er niet achteraan. Dat is wel weer jammer. Kijk, nu hebben we alweer veel meer missies. We landen 3 gasvliegtuigen. Nou, die komen eraan. Gebruik extra brandstof om die te versnellen. Ja, hop. Ook weer gehaald. Gebruik brandstof uit het magazijn. Dan doen we dat ook even. Weer missie gehaald. Zullen alle missies afgaan. Gebruik een groep toeristen. Hoppa, ook weer gehaald. Dan kan er weer eentje weg naar het dorp in de buurt. Dan... kan deze even landen. Die levert ons weer een beetje olie op. Zo. Oké, daar kunnen we weer wat passagiers ophalen. En hopelijk is het geluid nu iets beter. Want eerst zat er een ruis in het geluid. Ik hoop dat dat nu weg is. Want ik heb even nieuwe oortjes gepakt. Van Apple, dus er zit de microfoon in. En die andere die waren een beetje kapot. En deze zijn weer heel. Dus ik hoop dat het geluid nu wat beter is. Oké, dus we moeten deze 4 keer doen. Nou, up, vliegen dan. We hebben 0 passagiers die wil landen. Die kan landen. Oh ja. Die moesten 4 keer vliegen. En je krijgt ook van gasvliegtuigen speciale spullen die je dan weer nodig hebt voor bijvoorbeeld dit. Voor deze dingen. En daar krijg je nou ook weer geld en punten sowieso voor. En ook als je dingen 6 keer haalt, krijg je er weer speciale dingen voor. Als je allemaal dingen hebt met technologie, dan krijg je een slim huis als je die 6 keer hebt. En als je 6 keer iets hebt van parfum, dat is later ook een missie, dan krijg je een parfumerie. Verzamel passagiers uit 2 buitenhuisjes. Nou, dat is zo gebeurd. 3 gasvliegtuigen. We hoeven er nog maar eentje. Nou, kijk, komt die al. Dat is voor we nu nog alleen maar niveau 1 landingsbaan hebben. En dan kan ik gewoon alle vliegtuigen hierheen halen. Later moeten we ook niveau 2. Zoek een zonnebril in een van de gasvliegtuigen. Nou, daar begint het dus al. Dat is ook weer voor zo'n verzameling. Maar het levert niet heel veel op. Daar zijn we mee bezig. En deze zijn we ook mee bezig. Die is zelfs nu klaar. Nieuwe taak. Bouw 3 eethuizen, ja. Nou, daar begint het dus al. Lekker bouwen. Daarom hadden we dus die ruimte nodig. En ik kijk hier even. Voer een gebruikersnaam in. Nou, doen we gewoon lekker zo. Ik ben 1 keer specialist. Nog 0 keer meester. En 0 keer expert. Oké. Ik heb nu dus... Ja, ik accepteer jullie wel even. Als jullie dan mij ook accepteren... Dan kan ik jullie ook bezoeken. We bezoeken haar gewoon even. Een kijkje bij de buren. Iedereen krijgt haar als vriend, vriendin.
Maar zij heeft alles, want zij is degene. Ja, iedereen krijgt haar. Kunnen ze kiezen, gaan we voor geld? Even kijken, passagiers. Of gaan we voor olie? Ik denk dat passagiers nu wel handig is. Oké, we hebben dus één ding al van dit. Die gaan we later nodig hebben. Dus dan halen we nog wat meer op hier. Zo. Vernieuw in 12 uur. We kunnen nog 3 mensen bezoeken. Maar dan moeten we wel eerst vrienden hebben. Ja, dat weten we. We hebben ook al één ding gekocht. Hier zo dit stuk. 3 eethuizen moeten we bouwen. Oké, mijn vliegtuigen zijn al onderweg. Kijk, nog 4 minuten. Ja, kijk, daar is de zonnebril. Gevonden voorwerpen. Wat krijgen we daarvoor? 200 en een mystery set. Zoek een vlindernet. Ga jij even bijtanken. Ik stuur hem al eerst weg. Dan gaan we een eethuisjes bouwen. Ja. Eethuizen. Oftewel gewoon een restaurant. We moeten er meerdere bouwen. Ja, zie je, ik kan nog eentje opzij. Misschien nog wel verder. Kijken. Nee, dat kan niet. Dus dan zetten we hem hier neer. Dan gaan we deze weg misschien ook wel zo meer neerleggen. Even kijken. Ja, zij wou dat. Dat wordt gebouwd. Dat duurt 45 seconden nog. Maar dat redden we wel. Even kijken. 16 minuten zijn we al bezig. En hebben we dit gedaan. Ik wacht even totdat dit af is. En totdat we dan deze missie dus af hebben. En dan gaan we deze video denk ik maar beëindigen. Want we zijn zo'n kwartiertje bezig. En dit gaat in ieder geval de komende paar weken nog komen. Denk ik. Klik op deze. Yes. 2 munten per 2 minuten. Dat is niet veel. We bouwen hier even een weg. Ja. En dit stukje blijft altijd vrij. Zo dit lijntje. Behalve dan hier. Daar gaat hij. Of nee. Die gaat altijd door. Volgens mij. Verzamel passagiers uit 3 huizen. Nou, dat is zo gebeurd. We hebben nog 2 minuten. Gaat niet heel snel. Doen even zo. Verzamel de inkomsten. Dan doen we dat. Ja. En wachten misschien ook totdat deze weer terug zijn. En als dit terug is, dan is het echt het einde. En dan gooien we de volgende opname naar achteraan. Dus we moeten heel even wachten. Oké, nog 1 minuut 20. We wachten dus op gastvliegtuigen totdat die komen. Want hier moeten we op wachten. Want dat is de inkomsten uit deze 3. Hier moeten we wachten. Want dat is passagiers uit 3 huizen. Maar dat zit nu vol. Vlindernet komt van gastvliegtuigen. En we moesten 4 keer naar een dorp in de buurt vliegen. Dus daar moeten we ook op wachten totdat deze weer terug zijn. En bouwen. Ik weet dat we... Een supermarkt weet niet of dat we dat nodig hebben. Maar het is denk ik wel handig. De bouw duurt 1 minuut. Dus we kunnen denk ik wel gaan bouwen. Dan bouwen we die hier aan deze kant van de weg. Bouwen we er ook gewoon gelijk 3. Oké. Hier supermarkt. Daarnaast. En dan leggen we alvast de weg er tegenaan. Dus deze zijn... Oh nee. Hier is de eerste inkomst al. Tweede. En hoe lang duurt deze nog? 1 seconde. Daar is de inkomst. Oh, we hoeven geen geld te kopen. Missie gehaald. Wat is nu weer een nieuwe? Ja, bouw 2 supermarkten. Nou, die zijn aan het bouwen. Deze zijn bijna klaar. Oh, deze zijn nog eerder klaar als die. En moet waarschijnlijk ook 2 of 4 keer inkomsten uit de supermarkt halen.
Ja, daar is de eerste al. En dan wachten we nog op deze. En dan kunnen deze landen. Krijgen we weer olie. Van allebei. De ene keer krijg je passagiers. Eeuwenoud reptiel. De staart is heel moeilijk te krijgen, maar het staat altijd heel soms. Krijgen we 800 munten van als we die hebben voltooid. Oh, ja, ook. Lekker interessant. We kunnen een bloemenwinkel. Terminal level 2. De autodealer, die hebben we later nodig. Dus die gaan we ook bouwen. Niet nu. Maar in de volgende video. Oh nee. We hebben hier een eethuis gebouwd. Dan vind ik dat niet heel erg op zich. Maar dan moet je even hier. Nou, de vliegtuigen zijn allebei geland. Ik zet dan nog maar even één supermarkt neer. Hier zo. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe Airport City. En dan gaan we verder. Hopelijk kunnen we dan een tweede vliegtuig kopen. En bedankt voor het kijken. Later.